presenteren de nieuwe K3! Voor Dag en Douw is topmanager Christel de nieuwe K3-meisjes aan het opleiden. En daarbij spaart ze niemand. Vooral Marten niet. Ja, meisjes, klaar. Ja. 5, 6, 7, 8. Marten, hoger die arm. Hoger, Marten, hoger. Ja, heel goed, mannen. Wauw, Klaasje. Heel mooi, Marten, blijven performen. Je nooit laten afleiden. Nee, hoor ik je nog naar je plaats. Christel is altijd super streng tijdens de dansrepetities. Ik zou haar nooit kunnen vervangen. Nee, ik ben blij dat ik Karen vervang, want ja, die is vooral lui. Mooi zo, goed, Hanne. Marten, ken jij het verschil wel tussen Afrika en Amerika? Want ik voel dat niet als jij danst. Ik voel het niet. Sorry. De meisjes mogen blij zijn dat Christel zich zo hard inzet voor de groep. Hoger, Marten. Afrika. Afrika. Ja, in feite is de overgang heel vlot gegaan. De vorige meisjes van K3 hebben zonder gedoe hun plaats afgestaan. Op jullie plaatsen, Marten links, Klaasje in het midden, Hanne rechts. Nee, Marten, een beetje meer naar links. Nee, nog een stapje naar links. Marten, nog linkser. Links. Nou, nog een grote stap naar links. Ja, oké. En jij volgt vandaar, dan neem ik even de plaats van de zwarte in. En dan is het zover. De meisjes zijn op weg naar hun eerste grootse optreden in het Sportpaleis. Christel heeft aan alles gedacht. Zo, meisjes. Hanne. Dank u. Lekkere boterhammetjes voor jou met choco en Samsonworst. Oh, wauw, dat is zwart mijn lievelingseten. Klaasje, dit is voor jou. Pepperspray en condooms. Dat is voor je volgende meeting met Gert. Het is een grapje, hè? En Marten, voor jou heb ik een mooie, ronde, blinkende, perfect normale appel. Ik was echt super blij toen ik werd gevraagd en gekozen voor K3. Maar ondertussen zijn er toch wel echt een paar heel rare dingen gebeurd. Ik voel me ineens precies niet meer zo super goed. Ik heb echt super veel buikkrampen. Ja, je ziet er inderdaad nog belabberder uit dan anders, Marten. Zo kan jij echt niet optreden, hoor. Oh nee. En we hebben gisteren al zo slecht gezongen met Marten erbij. Wat gaat dat nu geven met ons twee? En Marten heeft zulke ingewikkelde teksten. Die onthoud ik toch nooit? Maar ik wel. Ik ben ook ooit nog bij K3 geweest, weet je? Echt? Oh. Ik dacht dat jij de moeder van Gert was. Kom, meisjes. Dag, Marten. Tien, dat is een slecht paal. Geef ze een dadelijk applaus.